hoor. Nou, ik hoop het wel. Maar hier vinden wij man Otto. Het is vreselijk gezien. Hij kraakt. Hij kraakt verschrikkelijk. Hij is even naar de fysio om te kijken of het een beetje ontkraakt kan worden. Maar tot die tijd, ja, een krakende Otto. Daar zitten we nu op te wachten, toch? Ook als hij kraakt. Maar in ieder geval, we proberen het euvel even te verhelpen, zodat hij na een goede fysiotherapie niet meer kraakt. Kraken er waar, dat is lang. Ja, daar heb je wel een punt. Krakende waren, jullie weten dat het een bijzondere plek is. Hè? Jullie weten ook dat wij een ontdekking hebben gedaan. Is al iemand op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen? Jij, hè? Ja, hè? Ja. Kom eens even naar voren. Weet jij wat wij hier ontdekt hebben? Niet verklappen. Nee, gewoon ja zeggen. Ja. Okay. Niet verklappen. Ja? Niet verklappen, hè? Nee. We hebben namelijk hele bijzondere ontdekkingen gedaan. Daarom is het heel fijn dat jullie met veel mensen zijn gekomen om mee te maken wat die bijzondere ontdekkingen zijn. Het is zo jammer dat die kraakt. Maar, als jullie mij even een momentje gunnen, ga ik even kijken of het fysio het al een beetje los heeft kunnen maken dat het geen kraak over is. Ja? Beetje bij de vinden misschien. Zeg je? Een beetje bij de vinden. Bij de vinden. Ik heb altijd een potje etherische olie. Want als iets kraakt, dan is het een kwestie van insmeren en dan komt het goed maar. Oh, doorheen lopen! Ja, die kan zo vaak. Ik vind het ook wel de oorzaak, ja. Mensen, blijf gewoon staan. Doe even iets leuks met elkaar. Ja, la 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 la. Ja, heel goed. Ja, la 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 la. Ja, la la, kom, blijf maar staan. Wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen. Profiteer ervan. Ja, 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 kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En fameus in vele landen, de charlatans. Moet je even achter staan, ik voel me zo in de charlatans. Ah, heet je toevallig Otto? Jack. Nee, dat is Sander Linden. Ik ga even kijken hoe het met de krakende Otto is. En misschien zijn jullie hier dadelijk nog. Ik hoop, want ik hoop dat ik snel terug ben. Ja? Ik heb net aan de mensen verteld dat jij nogal kraakt. Het is ook een beetje leeftijd, ik weet niet. Ja, hier zijn ook mensen die kraken. Ik mocht al over je heen lopen van die meneer. Jij vandaag? Nee, jij. Zij zei dat ze nog even. Ah nee, je zei dat ook hem misschien. Ik had het over de krakende wagens. Oh, dat ook. Oh, had jij het overlopen? Ja, dat had ik wel. Nou ja, Maar dat doe je toch? Ja. En er is ook één persoon, Otto. Ja. Zij weet wat wij hier hebben ontdekt. Voor de andere mensen misschien nog. Jij weet het ook, ja. Jij weet het ook. Ja. Wie weet het nog meer wat wij hier hebben ontdekt? Jij weet het ook al. Jij weet het ook al. Ach, nou dat is niet echt meer een geheim, hè. Ja. Ja, we kunnen misschien wel de mensen even laten zien hoe ze zich kunnen beschermen tegen het kwaad. Heel goed, ja. Ja, want de meeste, aantal mensen weten al. Wij hebben ontdekt dat na een lange zoektocht. Hier op deze onheilspellende plek het graf is. Ja. Van bed over grootvader Jozef. Vonden we hier in het bos. Ja. Op een in een bosje. Ja,
Ja, en dat was wel, ja, dat was de, toch eigenlijk wel een... Ja, maar dat wisten we pas nadat we de begroeiing hadden weggehaald. Ja, 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 ja. En toen zat er een huisje onder en dat huisje dat was een mausoleum, maar dat is een soort grafmonument. Ja, ja. Kunnen jullie het horen? Anders kom maar gerust een stukje dichterbij, hè? Hoeven wij niet zo hard te kwekken. Want een van de dingen die dus kraakte, waren ook... De stemmen, ja. De stemmen die kraakten een beetje. Ja, 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 ja. Dus dan hebben we de stemmen maar even afgedaan. Het sloeg erop, hè. Ja. Ja. Nou ja, in ieder geval, bij dat mausoleum, daar vond jij ook, ja, met het weghalen van... Nee, ik haalde het helemaal weg. Ja, dan zag je ook weer iets anders, hè. Ja, 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 ja. Ik zag eerst een datum staan. 13 oktober 1876. Noteer maar. 13 oktober 1876. En er stond ook een naam. Jozef Charlatan. En toen wisten we, we hebben het gevonden. Dat wisten we toen. Ja, en wacht. Ja? Om dat mausoleum heen stond van alles. Ja, er waren ook andere graven te vinden. Het leek wel een kerkhof. Ja, ja. Je vond namelijk het graf van de Spaanse pianist Jorge García Ferrandez. En daar hebben we nog de woordenboek van gekregen. Ja, ja, van een nazaat. Ja, nou, niet van hem. Nee, nee, van een nazaat. Hier, ja, oh, maar daar ligt die mandolinespeler. Luigi Trovatore. Ja, natuurlijk. Ja, Italiaan is dat, hè? Dat zal waarschijnlijk ook uit Venetië komen. Wat is er? Ja, wat is er? Klaviermeester Engelbert ligt erop. Nee, wat? Ja, dat kan niet. Klaviermeester Engelbert. Dat is de eerste. Maar wacht even, het was dus een hele onheilspellende plek waar wij terecht zijn gekomen. Wat is hier gebeurd? Nou, dat niet alleen. We vonden daar zelfs, we vonden ook nog het graf van Ignatius Violonista. Ja, ja, ja. Ja, het is niet zomaar een violist, hè? Nee, nee. Wat voor violist was het? Een hele goeie. Een hele goeie en een hele onbekende. Niemand weet hoe hij of zij heet. Iedereen. Maar dan ook iedereen kent het bijzondere vioolspel van deze violist. En toen hadden we ook zoiets van, is nou, liggen alle orkestleden hier? Is nou het hele orkest hier geëindigd? Op dit kerkhof? Ja, is het inderdaad een vloek door dat vioolspel, dat die vloek rust op het orkest? Of komt dat nou door deze plek? Ah, ja. Ja, Otto, ja? Deze plek. Ja, mensen, jullie voelen het ook. Hè? Dit is een heel bijzondere plek. Ja, misschien is deze plek wel een beetje verdoemd. Rust er wel een vloek op deze plek? Ja, misschien wel. En daarom moeten wij hier blijven. Ja, zeker. Wij blijven hier. Blijven? Ja, Otto. Wij blijven hier blijven voor deze mensen. Ja. Ja, wij moeten uitzoeken wat er met al die graven is gebeurd. Hé, hey, en Otto, geen zwangse kijk, schat. Want jij en ik, ja, hè, zie je al deze mensen? Komen allemaal een keer terug, hè? Ja. Wij, jij en ik, wij gaan ervoor zorgen dat met mijn bijzondere gaven jullie je allemaal kunnen gaan verweren tegen het kwaad. Ja. Hey. Oh, Virginie! Ja. Hier is een hele toekomst voor ons weggelegd. We gaan hier dingen verkopen tegen het gevaar. Weet je wat? Ja? Weet je wat? Ja. Jullie zijn een heel speciaal publiek, vind ik. Ja, zeg ik niet zomaar. Jullie zijn een heel speciaal publiek. Jullie zijn hele fijne mensen. Ik wil jullie nu even een gratis angstbestrijdingsritueel bijbrengen. Doen jullie mee? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Zorg dat je voeten een stukje uit elkaar staan. Gratis voor jullie, hè? Moeten we dat wel gratis doen? Jawel, voor deze speciale mensen. Ja, hebben we ook allemaal staan. Oh, ja, dat is waar. Oké. En later komen ze terug. Hè? Ja, later. Nou, dan komen ze dan weer terug. Deze is goed. Klantenbinding, heet dat. Dat is goed. Okay. Zet je voeten een stukje uit elkaar. Voel de aarde. Voel de kracht die deze aarde in zich draagt. Voelen jullie hem? Ja. Ja? Jij ook? Ja, ja. Ja? Jullie ook? Dat is goed, goed voor mijn krakende knie ook. Voet een stukje uit elkaar. Ja. Nee, iets verder. Ja? Ja? Oké.
En doe maar na. Ja. Otto. Otto. Ja? Ja. Doet iedereen mee, Otto? Nou. Otto? Bijna iedereen. Oké. Besef het belang. Hier heerst de angst. Jullie moeten jezelf kunnen verweren. En zo niet. Wij weten het aan. Snap je? Ja. Begrijp je het helemaal? Ja. Oh, dat doe jij goed. Ja. Armpjes erin. Ja, heel goed. Ja. Oké. Goed u mij maar na. Adem in. Omhoog. Adem uit. Dan moet u verweren. Tegen de angst. En tegen het kwaad. Heel. Ja, jullie. Doet u maar mee. Armen omhoog. Armen naar beneden. Hou vast. Naar beneden. En het raar. Ja, heel veel mensen. Jullie kunnen niks meer overkomen. Jullie zijn helemaal veilig. Virginie! Otto. Virginie! Otto. Virginie! Later! Nu. Het gaat om de mens. Ja, deze kleine les angstbestrijding wordt u gratis aangeboden door... Moet jij even... Wat? Oh ja. En doe jij de introductie ook? Deze gratis angstbestrijdingsles wordt u aangeboden door Charlatan DV. Nee, wacht even. Ik ben blij dat jullie nog niet gaan klappen. Virginie Charlatan. Ja. Deze gratis ongeluksbestrijdingscursus wordt u aangeboden door Virginie Charlatan. Ja, dankjewel. Ik moet jullie klappen. Ja. Dankjewel. En Otto. En oh ja, oh, sorry. Oh, sorry, schatje. Oh ja, en natuurlijk door Otto. Ja. Oké. Voor de mensen die het leuk vinden, er is een klein momentje om de grootste te volgen. Is ook gratis vandaag. Geef me alles weg. Een gratis fotootje. Met mijn man Otto en met mij. Ja, wie wil het niet? Ik wel. Toch? Ik zou zeggen, kom er even bij staan. Wacht. Moet ik Esmeralda maar altijd bijhalen? Wacht even. Dat is misschien wel leuk. Ja, willen jullie Esmeralda er ook in? Ja. Nou, ik wil wel dat jullie een beetje aardig tegen Esmeralda doen. Ik heb ook een beetje genoemd. Mama mag ook mee, hè? Ja. Ach, gezellig. Ja, en die gaat hem maken. Heb je ook iemand die hem maakt? Ah, nee, dat heb ik niet. Dat is een beetje verwarrend dan, hè? Dat is een beetje lastig. Ja? Ah, nee, niemand. Oké. Oh, kijk, er komt dan.